Oh, voor de camera staat het op. Dat stukje. Ja. Naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En er is iets superleuks gebeurd. Daar hebben we een vogelnestje. Nou, daarin in ieder geval. En dat is er dus gebeurd. Ik heb op Verona gereden. En ik ben met mijn stomme hoofd vergeten om dat te filmen. Ja. Ik heb wel TikTokjes gemaakt. Ik ga zo dansen samen met Murren. Maron. Maron. En? Je gaat ook nog. Op Boris rijden. En daar is nu op Blondie aan het rijden. Ik ga nu Verona af spuiten en ik ga haar hoefjes doen. Ik ga alles schoonmaken. Jippie. Ja, jee. En dan ga ik denk maar dansen samen met Maren. Vertel wat jullie aan het doen zijn. Haren aan het knippen. Haren. Ja, en... Ik heb net Boris zijn derde oor afgeschoren en een stukje van zijn manen. Dus ik heb nu Boris haar. Maar uiteindelijk gaat Felicia jou leren recht te knippen, toch? Ja, want ik kan ook niet. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Okay. Nou, als je ze dan ongeveer zo wilt, dan doe je eerst de helft ervan. Mm-hmm. Zodat je niet gelijk... Ja, ik doe altijd echt hele kleine stukjes. Ja. Want ik wil niet dat er te veel van afgaat. Kijk, en nou zie je eigenlijk al dat ik hartstikke scheef ga. Zie je dat? Dat valt voor mij nog wel mee. Oh, dit is zeg maar... Oh, lang. Dit is zeg maar korter hier. En nu wordt dit langer. Ja. Maar op zich... Ja, ik weet ook nooit hoe ik het moet knippen. Van, moet ik het van lang naar kort of van kort naar lang? Eigenlijk een beetje zo naar boven. Want zijn hals loopt natuurlijk ook naar boven. Oh, dus eigenlijk hier wat langer en dan hier ga je wat steeds korter. Ja, ja. Want als je het allemaal zo even recht doet, dan blijft dit ook langer. Ja. Omdat het natuurlijk met zijn hals, omhoog gaat. En eigenlijk kom je elke keer een soort van plukjes tegen dat je denkt, oh, jij moet nog korter. En dan zie je dat het hier langer is nu. Ja, ja. Dus dan ga je weer vanaf daar beginnen. Ga je het vanaf daar korter knippen. Ja. Heb je dan ook nog echt de techniek dat het niet helemaal schots en scheef wordt? Nee. Oh. Gewoon knippen. Hoi. Hey. Hallo. Pittig zonnetje. Het is vandaag dinsdag. En ik ga zo meteen naar Essen en dan naar de Boer Horstrucks, een van onze fijnste sponsoren. En ik ga samen met Steef, en omdat we dan geen 1,5 meter afstand kunnen houden in de auto, hebben we mondkapjes. Dus dan zijn we toch veilig. Het is een eindje rijden, maar ik heb het er graag voor over. Fijne mensen, altijd leuk om erheen te gaan. De trainer gaat mee, die krijgt een beurt en die wordt gepoetst, heb ik me laten vertellen. Dus ik ben heel benieuwd, want natuurlijk wassen we hem zelf ook. Ik heb ook wel eens geprobeerd om iets te poetsen, maar hoe hun dat doen, dat ja, jaren ervaring natuurlijk die ik niet heb. Dus ik ga nu naar Middenhof, daar ga ik de trailer halen. En dan komt Steef ook die kant op en dan gaan we naar Essen. Oh, de boel is hier afgesloten, dus ik geloof niet dat ik hier verder kan. Ik moet even draaien. We zitten naast elkaar in de auto. Steef is gearriveerd nadat ze dacht dat ik erop kon halen. Wat natuurlijk niet het geval is, omdat ik nu met een trailer helemaal naar Poeldijk ga rijden. En wij hebben onze mondkapjes op, omdat wij geen 1,5 meter afstand kunnen houden. We gaan nu direct naar Essen maken. Ik denk wel dat ik iets met mijn bril moet, want die beslaat elke keer door het mondkapje. Maar goed. Ik denk dat we gewoon elke 10 minuten moeten stoppen om frisse lucht te halen. Als ik nou naar buiten hang met mijn hoofd, mag het dan wel? Ik weet het niet. Misschien moeten we dat gaan doen. Jij met je kop naar buiten als een hond en dan je tong er zo uit. Ja, ik krijg serieus nu al geen lucht meer. Hoe doen mensen dit? Ik weet het niet. Maar ja, wij gaan het volhouden, jongens. Ja.
Het is ons gelukt. We zijn bij de Boerhorststrucks aangekomen. En hier is... Robert Sievers. En dat is onze marketingman, hè? Marketing, verkoop, van alles en nog wat. En, wij, koeken. Precies, en wij ambassadeurs mogen altijd bij hem op de koffie. Zeker. We gaan nu samen met Steve, die inmiddels daar is, nog even door het bedrijf heen. Gaan we aan de slag, denk ik. We gaan aan de slag, hartstikke leuk om hier te zijn. We hebben thee gedronken, we hebben koeken gegeten. Lekker! En nu gaan we het volgende onderdeeltje doen. Ja. Jaarplan hebben we gemaakt. En samen met Arnold ga ik informatieve video's opnemen. Misschien ook met Robert. Dus jullie gaan nog heel veel meer zien. De trailer die blijft hier, die wordt gepoetst en die krijgt een onderhoudsbeurt. En daar krijgen jullie binnenkort veel meer nog over te zien. Voor nu gaan wij terug naar de sluis rijden. Ik heb vandaag een beetje haast. Ik heb nog 10 minuten en dan moet ik in de les. Het is vandaag trouwens woensdag. Oh ja, het is woensdag vandaag. Ik heb er zin in en ik ben best wel benieuwd hoe het vandaag gaat. Ik heb alweer een tijdje niet op er gezeten. Nou, met echt dressuur. Dus ja, we gaan kijken hoe dat uitpakt. Nou, misschien net neuzen. Nou, pak op. Envelop, je moet erop. Doet goed. Goed, zo, hou recht, Tess. Zo, ja. En blijf constant afwisseling maken in dat tempo. Niet te lang hetzelfde. Goed, zo. Hoe meer haar lichaam verandert van positie, hoe meer spieren je in haar lichaam aanspreekt. Hoe dichterbij lossigheid en nagevelijkheid je zit. Niet te strak blijven. Goed, zo. Keurig. Been on spot now. Zo, en toen zaten we in de auto. Wij zijn onderweg naar huis toe. De paardjes staan op dit moment even op de wei. Ik ga even eten thuis en dan gaan we weer terug. Want dan wordt het best wel heel erg laat. Want we zijn nu bijna thuis en om 9:30 mogen ze er weer afhalen, toch? Ja, mag altijd wel natuurlijk. Maar we hadden besloten dat het zo lekker weer is dat we vandaag wel een keertje even heen en weer rijden. Dat ze wat langer kunnen blijven staan. Ja. Donderdag vandaag. Het is heel warm. Ik denk dat jullie het ook allemaal warm hadden. Inmiddels is het misschien al wel weer koud als we dit zien. Tess is even kijken of de paardjes op het land kunnen. En dan na het land kunnen ze nog even in de stad molen. Dan hebben ze in ieder geval een beweging gehad. Tess gaat met Murren en TikTokjes oefenen. En ik, ik ben. Dus ik ben aan het toekijken. Hallo dame. Blondie is altijd blij ons te zien. Veronique komt altijd eventjes kijken wanneer het eruit komt. Hallo, wil je op de wei? Heb je er wel een beetje zin in? Oh ja, zegt ze. Ze wil wel. Nou mooi. Dan gaan we even peeskapjes omdoen. Die liggen daar. Die was ik vergeten. Lieve Eve heeft ze godzijdank bij Vroon afgedaan. En Blondie ook peeskapjes om. Vliegenkapje op. En dan gaan we. Ben je klaar, Tess? Ja. Wij ook. Let's go. Nou, ze gaan lekker op de wei. Zo. Kon niet achter me ergens daar. Ah, mijn jongen. Jongen gaat ook praatjes krijgen. O jee. Blondie vertelde net, ik wil op de wei. Ja, die wou er eigenlijk een kap op gaan doen. Ja, die denkt, ik ga op de wei. Ik kan het. Dus dat is altijd fijn. Thank you.
vandaag? Vrijdag. Vrijdag. En ik heb net een blinde challenge gedaan. Daar komen jullie morgen achter volgens mij. Nee, die hebben ze al gezien. Oh, die hebben jullie al gezien. Ik heb Blondie blind opgezadeld. Ik ken dat zaal echt uit mijn hoofd. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik ga nu met Blondie lessen. So, let's go. Dat ze die buiging meer in haar lichaam maakt en minder in haar hoofd. Elleboog aan je zij. Dus nu wil je aan je rechterteugel de rechterschouder begrenzen. En aan je linkerbeen wil je het linkerachterbeen een pootje over laten doen. Jouw linkerteugel doet bijna niets. Blondie was vandaag echt een beetje nijdig op me. En ik ook op haar. Want ze wou niet luisteren naar wat ik wou doen en ik wou niet luisteren naar wat zij aan het doen was. Dus daarom hebben we vandaag een beetje ruzie. Ze is nu ook weer irritant aan het doen. Het is nu de hele tijd aan het hinneken naar Verona. Zoals je het hoort. Maar ik ga op horen rijden. Negeer haar nu even. Het komt goed, Blondie. 25 meter is niet heel ver. Nou ja, buiten dat moet ze ook gewoon leren zelf even in de stapmolen te staan zonder dat Verona erbij staat. Kijk, wat we ook niet willen bewerkstelligen is dat we dan helemaal niks meer zonder elkaar kunnen doen. Dat Verona niet meer in de molen kan zonder Blondie en Blondie niet meer in de molen zonder Verona. Dat ze niet meer zonder elkaar op de wagen willen, niet meer zonder elkaar naar buiten willen. Dat zijn dingen, ja, dat wil je niet. Ze moeten gewoon zelfstandig kunnen opereren, hoe gezellig ze het ook samen hebben. Ja. Dus we laten het nu gewoon even 10 minuutjes staan en dan overleeft ze het vast aan. Ja. Vandaag heb ik hogere wiskunde gedaan. Het was wel lastig, want Boris snapt het wel, maar hij moet het ook weer even herhalen, waardoor het voor ons allebei nog maar een paar kleine puntjes zijn. Dus daar hebben we aan gewerkt. Het gaat steeds beter en ik heb heel erg de neiging om aan één kant heel hard te trekken en dat Boris dan echt denkt van wat doe je nou? En logisch dat hij dat denkt. Ik heb vandaag te hard aan rechts getrokken. Mijn rechterarm is voor de volgende keer verboden. En ik word kapot.